Hey, welkom bij een nieuwe Track Record. Vandaag iemand die de recordlijsten de afgelopen jaren al heel hard heeft overhoop gehaald, zelfs de internationale recordlijsten, want we hebben iemand vandaag die twee Belgische records heeft en ook een wereldrecord. En afgelopen weekend of twee weekends geleden al intussen moet ik al even al denken, heeft hij opnieuw voor een heel straffe prestatie gezorgd die de ranglijsten van dit jaar gaat overhoop helpen en ook de ranglijsten aller tijden. En maar we hebben zelfs twee gasten, want de andere gast die staat ook in de ranglijsten en dan ook nog in dezelfde disciplines, maar dan ook nog een paar specificaties erbij, want we hebben twee gasten namelijk Houtenketen te en trainer moeder maar ook voormalig atlete Mirani Moreels. Hallo, welkom. Hallo. Ja, ik zeg ranglijsten over hoop helpen. Ja, ben ik juist twee Belgische records scholieren junioren op de tienkamp Ja, dat klopt. Ja. En dan nu ook het wereldrecord of het wereldrecord in 2021 bij de junioren gehaald? Ja, inderdaad. Ja. Wat wordt het volgende record? Um, misschien het, um, het Belgische ook bij de Belofte op de Tienkamp. Ja. ja. En hoeveel zit je daar nog van af? Um, kleine honderd punten, denk ik, dat ik daarvan zit. Okay. Um, misschien dit jaar nog uh, dat ik dat kan halen. Dat wordt de doelstelling dit jaar. Ja, dat is wel een mooie doelstelling. Ja, Melanie, geen records meer voor jou? Of uh, toch nog een klein doel? Uh, nee, ik laat het over aan de jeugd. <laughs> nee, voor mij is het goed geweest. <laughs> ja, jullie zitten hier vandaag met een speciale relatie Zowel familiale relatie als die trainersrelatie. Jullie komen net van Goetzi's. Hoe zit dat dan in de autorit naar huis? Is het dan de moeder die spreekt of is het dan de trainer die fier is? Goh, een combinatie van de twee, denk ik. Is, um... En eigenlijk wordt er... Na de wedstrijd in de auto hebben we eigenlijk niet zoveel gepraat. Um, maar... <laughs> Vooral geslapen misschien. Ja. Ik was redelijk moe, dus uh, ja. een lange autorit dus een beetje slapen wel. <laughs> Dus, uh, we hadden al heel het hele weekend over atletiek gepraat, dus het was even tijd voor iets anders ook, denk ik. Ja, dan moeten we vandaag opnieuw over praten, over, over cursus, Ja, Om misschien daarmee direct te beginnen. Wat een geweldige prestatie, vijfde aller tijden, die 8000 punten haalt. Jouw persoonlijk record, je wordt daar ook in een heel sterk deelnemersveld, word je daar twaalfde. Hoe kijk je er nu zelf een beetje op terug, nu er een paar dagen zijn, uh, zijn overgegaan? Wat is jouw algemene indruk na die Meerkamp? Uh, ik was vooral blij dat ik dit jaar wel kon meedoen. Omdat um, vorig jaar had ik een uitnodiging gekregen. Mm -hmm. Maar dan kon ik niet gaan omdat ik uh, een onderrugblessure had. Um, dus dit jaar ben ik eigenlijk wel kunnen gaan. Was je dan een extra doorgeprikkeld of had je zoiets van oké, okay, dat is vorig jaar. Dat laten we gewoon. Um, ja, vorig jaar doorheen het jaar was ik zo. Okay, ja, Dus niet gelukt. Volgend jaar misschien opnieuw. Maar dan, als uh, een week ervoor was ik wel van ah, kijk, eindelijk uh, ben er helemaal klaar voor om te gaan. Mm -hmm. um, ja, dan kom uh, in het stadion, en daar is een massa's volk aanwezig. Heeft veel meer dan dat we hier in België gewend zijn op wedstrijden eigenlijk. Um, dus voor de wedstrijd ja, stroomde al adrenaline door mij. Um, ik had echt zin om eraan te beginnen voor mijn opwarming. Ik wou opwarming overslaan en direct eh, naar die direct de stadion gaan. Is, ja. um. is het dan eigenlijk de grootste wedstrijd die je dan ooit al hebt gedaan? Want je hebt al heel veel internationale kampioenschappen gedaan, maar ik kan me voorstellen, op een EK u 20 is het misschien ook niet zo heel druk qua publiek. Uh, nee, het was wel denk ik, een van de grote wedstrijden dat ik heb meegedaan. Uh, ik heb ook al op de Memorial van Damme meegedaan in het hoofdprogramma voor het ja, verspringen juist, dan. Dat was ook wel een enorme ervaring al dat publiek ook. Um, maar in Guts is dat is dat zo een beetje anders, omdat dat echt allemaal meerkamp gericht is eigenlijk. Um, dat publiek komt ah, alleen maar naar de meerkamp kijken en meestal weet die daar ook wel veel van atletiek. Um, dus ja, voelt wel, het lijkt wel een band met die supporters ook eigenlijk. Ja, want ze zeggen altijd het halen van de meerkamp. Wat, wat maakt het dan zo speciaal als je, als je dat vergelijkt met een, een, een BK10-kamp bijvoorbeeld, of een BK meerkamp? Uh, want daar is iedereen ook aan het meerkampen. Ja, wat, wat is ja. dan het grote verschil met zo'n geutsis, dat ja. het zo'n magische plek maakt? Vooral al het volk dat aanwezig is. En de meeste van die mensen weten ook wat mijn persoonlijke records zijn. Dus vanaf dat ik op een persoonlijke record hoogte... Um, ah, begin te springen, weten die al als ik erover ga, dan beginnen die al te klappen omdat ze weten dat ik mijn persoonlijke record heb gehaald want iedereen krijgt zo'n boekje waarvan alle atleten de persoonlijke records staan ook um, dus vanaf dat zien, bij mijn goalstoten vloog opeens over 14,5 mensen begonnen al te klappen omdat ze zagen dat dat ver was want ze wisten dat mijn record 14 in uh, 27 was um, dus ja, dat vond ik wel echt speciaal dat ik me nooit meegemaakt okay, Heb je dat ook zo beleefd, Melanie? Of hoe zat jij daar dan? Kon jij... Op de piste zelf of kon je bij Jente terecht tijdens die wedstrijd? Um, ik kon wel redelijk dicht staan. Um, ik had geen uh, ticket voor uh, accreditatie om uh, in de opvangpiste of zo er te zijn. Maar ik kon wel met hem praten. Dus uh, dat was wel... Allee, het is echt wel... Als je die mensen ook hoort, dan staat er dan tussen die mensen en je hoort ze dan vertellen over, over uw zoon. Dat is <laughs> zo wel... Allee, wel leuk. Dat, uh, echt wel tof. Ja. Kleine droom geweest om misschien ooit zelf mee te doen? Of... Goh. Niet echt. Nee. Ja. ja, nee. Ik zal het zo zeggen. Het is, uh... Ik heb nooit echt specifiek voor Meerkamp getraind. Ja, ja, focus lag op de 400 horden. 400 horden en 400, ja. Dus en als ik dan zo'n Belgisch Meerkamp meedee, dan moet ik zo drie weken ervoor zo wat te kogel stoten en wat te springen. Ja, met succes, want Belgische titels. Twee keer, ja. Ja. En nooit de keuze gemaakt van, oké, okay, ik wil dan misschien toch waar richting meer meerkamp gaan? Of, of was het toen gewoon ook veel minder mogelijkheden, mogelijkheden in België om, om dat te doen? Ja, ik denk sowieso minder mogelijkheden, maar het was toch vooral 400 woorden die mij aansprak. Mm -hmm. Dus dat um, was eigenlijk meer als bijnummer dat ik dat deed. <laughs> ja, want jouw vader Hendrik, die heeft vooral als sprinter heel goede tijden neergezet. Wat dachten jullie dan misschien als Jente dan zei, god, die meerkamp spreekt me dan toch meer aan? Hadden jullie dus iets van, oei, nu gaan we toch veel spikes moeten kopen? of? Nee, het, het enige wat de papa altijd zei... Um, het is toe dat het geen polstok springen wordt. We moeten <laughs> wel vooral die polstokken meenemen. Ja, het wordt dan de meerkampen hebben nog meer materiaal dat je moet meenemen. Dus uh, ook spikes, uh, polstokken, speren, speren, speren discus, ja. kogel. Want wat heb je dan allemaal mee naar zo'n meerkamp dus Heb je dan eigen polstokken, eigen speren, eigen kogels? Of, of wat heb je dan allemaal mee? Exact? Um, nu heb ik eigen discus, speren en polstokken mee. Oh, oh, dat is wel het belangrijkste om mee te hebben, omdat dat ai, redelijk per atleet varieert wat je het beste mee gooit eigenlijk. Ook echt qua um, discus? Ja, ja allee, het discus waarmee ik train, eigenlijk, ik heb wel het gevoel dat ik, dat, dat ik daar een Weet beetje aan gaan. moet wennen welke discus ik mee gooi, ja. um, terwijl bij een kogel, ja, dat, is, dat heb ik niet echt nodig om uh, mijn eigen kogel mee te pakken, ja. omdat dat maar uh, een bal is eigenlijk, <laughs> als ik het zo kan zeggen. <laughs> ja. In die gutses pak je dat wel dat persoonlijk record, die kogel? Was dat een discipline waar je de afgelopen weken maanden dan meer op hebt gefocust? Want ja. hoe werk je dan? Is dat dan echt op een specifieke focus, een algemene basis, neem ik aan, maar dan een specifieke focus per discipline? Of heb je echt nooit om zo om de twee weken echt, elke discipline evenveel aan bod te laten komen? Want dat lijkt mij ook veel om allemaal te verwerken dan. Um, de laatste maanden heb ik eigenlijk um, van één keer naar twee keer per week kogel en discus en speer gedaan. Um, dus die drie werpnummers heb ik wel meer aandacht aan besteed dan de voorbije jaren. En ik heb wel het gevoel dat dat lukt. Omdat um, ik nu in de meerkamp ook 40 meter met discus heb gegooid. Maar er zat wel nog veel meer in. Maar in mijn eerste poging was dan nul in guts En toen had ik al was stress toen ik in de ring stond. Ja. Uh, maar er zat sowieso veel meer in. Uh, ja, Kogels doet de direct de eerste poging mijn record. Dus uh, daar heb ik wel de vruchten van geplukt en van die extra trainingen. Ja. Um, alleen bij speer een beetje ja, ondermaat gepresteerd, vind ik. Um, 49 meter. Um, terwijl het op training echt wel redelijk goed gaat. Je smet soms 45 meter met een kleine driepas aanloop. Um, ik had ook niet echt veel tijd om in te gooien wat ik wel nodig heb bij speerwerpen. Ik heb wel al een stuk of minstens 15 worpen nodig om echt het gevoel te hebben: van oké, okay, nu zit het goed en kan ik volle bak gaan. Terwijl ik daar maximum vijf keer heb ingegooid en dan direct de bak met aanloop moest doen. Dus uh, dat was een beetje moeilijk. Want dan, omdat iedereen moet inwerpen, of waarom. Je hebt gewoon een bepaalde aantal tijd op andere wedstrijden, is dat heb je dan toch meer tijd? Of? Ja, bij speer heb ik, wil ik eerst wel los prikken. Um, speer rustig gooien, dan steeds zo iets verder, intensiever. Um, terwijl bij koolstoten doe ik gewoon direct een standworp en dan in, uh, met aanglij. Mm. Um, en dan lukt dat voor mij vanzelf. Uh, bij discus ook in een standworp en dan een draai. Of had ook iets meer tijd bij die werpnummers? Um, mm. Dat bij speer. Ja, met Duurt het die... iets langer tegen de speer ook allemaal. Tegen, ja, ook, ja, ja, inderdaad. <laughs> Het is ook ja, gevaarlijk om zeg maar, gewoon op het gras naast de piste wel los te gooien, dat mag meestal ook niet. Um, ja. Dus ja, volgende keer ga ik mijn uh, een balletje meepakken, heeft mijn trainer ook gezegd om tegen de muur wel los te gooien dat ik toch de beweging in mijn lichaam zit dan. Ja, want neem je zo altijd iets mee van de meerkamp? Dat je dan als ervaring meeneemt naar de volgende, Nu bijvoorbeeld dit voorbeeld, of is er zo elke keer iets van de Meerkamp na nou een kampioenschap of elke meerkamp die je afwerkt van oké. Okay, dit gaan we de volgende keer aanpakken. Dit gaan we meer opwerken. Dit gaan we bijvoorbeeld kunnen aanpassen in de voorbereiding of tijdens de wedstrijd. Nee, Maak jullie daar dan zo'n analyse van? Of hoe verwerken jullie zo'n kamp? Ja, meestal ay, zeg ik zelf achter discipline tegen, tegen mijn papa dan wat, dat, ik denk, wat ik zelf dacht dat er beter kon. Um, en dan houden we wel rekening mee in de trainingen of aan de volgende wedstrijden ook. Um, hij voor die discipline specifiek, maar niet per se doorheen. Hij voor de volgende meer kan aan te passen eigenlijk. Ja. Dus meer discipline per discipline dat we doen. Ja, maar je haalt nu 8075 punten. Waar denk je dat de marge nog zit? Want als we kijken naar die top 5 daar, die, die, die Canadezen die gooi daar onwaarschijnlijk. Of die pakken daar onwaarschijnlijk punten. 8700 punten die de eerste had, denk ik. Dus ja. onwaarschijnlijke ja, marges die die nog hebben. Waar denk je dat die punten voor jou nog, nog zitten? Want ja, Lepage, die... Klopt daar de wereldkampioen, dus dat is ja. ontzettend indrukwekkend. Um, ja, op dag twee denk ik vooral dat ik nog wel punten laat liggen. Um, maar ik was wel goed begonnen met de horde, maar ik denk wel dat er nog wel een stuk van mijn tijd ook af kan. Mm. Um, <laughs> ja, ja. ja Miranie klikt instemmend. Ja, hij in ja. ja, is twee tienden boven zijn PR-tijd, twee weken geleden al gelopen mm. had. Maar ik denk dat het ook vooral een beetje... Allee, je zit in een... een... Een veld waarin je uh, als, als kleine Belg dan maar zo gaat tussenstaan. Mm -hmm. Terwijl er daar zo kerels tussen zijn die uh, allemaal onder de 14 lopen. Uh, en toch redelijk wat. En dan uh, denk ik dat hij daar nog wel uh, wat groeimarge heeft sowieso. Ja, want ja, het van het Vlaams op Vlaams loop je 14-10, dacht ik. Ja. Daar dan, dan mm -hmm. achterop als Soebi. Ja. Op zich ben ik nog niet zo lang bezig op die hoge horden. Dus dat was dan een van die nummers waar ook wel echt nog met marge ja. zit. Het gaat al sinds wel beter dan vorig jaar, want dan ja. stond ik met de... Uh... Op de meerkamp had ik dan 14.65 gelopen of zo. Uh, Vergeleken met 14.29, dat is wel uh, een stuk beter dan uh, mm. ja. vorig jaar op de meerkamp. Het is dus natuurlijk ook uh, dag 2, het eerste nummer, dus dan nog een beetje erin komen. Um, het was redelijk vroeg beginnen ook, uh, tien uur, terwijl op dag 1 moesten we om uh, vijf voor één pas starten. Um, oh, okay. Dus ja, het was wel redelijk voorop zijn ook. Dat kan ook wel iets mee te maken hebben, denk ik. Ik voel me nog niet helemaal wakker op dat moment, maar na de horden ben ik opeens wel... Um, herinner ik me opeens wel dat ik in de meer kan bezig ben. Ja, je sprak vooraf over 8.100 punten. Je hebt die nu min of meer wel behaald. Dus wat wordt het volgende doel dan? Want ja, kijk nu als we verder uitkijken naar het. Je bent geplaatst voor het EK 23 via de rankings. Zit een WK er ook in? Hoe maak je dan de planning om die doelen voor de rest van de zomer wat te maken? Want ja, je hebt nog geen zekerheid over dat WK. Hoe pak je die planning dan aan? Um, ja, eigenlijk. Op training dan wat focussen op de disciplines die wat minder gingen op de meerkamp zelf. Um, wat kijken we dat er, ay, waar dat er wat punten zijn blijven liggen. Mm -hmm. Vooral op dag 2, dan ay, die discus en die spelen wat minder. Ay, waar ik sowieso al niet zoveel punten op pak. Um, en dan polsok. Um, heb ik ook moeten wisselen van stok op 4,80 meter. Um, omdat hij wel iets te slap met een andere stok. Dus ik heb iets zwaarder gepakt, maar ik had er nog nooit mee gesprongen. Um, ik had net nieuwe stokken gekregen ook. Um, okay. Dus ja, ik had er nooit meer sprong, maar het is wel iets te zwaar voor op 12 pas. En ik heb dan vergeten naar 14 pas gaan. Dus daar gaan we nu al op trainen dat die aanloop op 14 pas eruit komt. En dan denk ik wel dat ik naar uh, 5 meter 10, 5 meter 20 ga springen ook. Hm. Dus dan vergelijk met 4 meter 80 is toch wel, is ook heel veel punten. Ik denk dat 30 punten per 10 centimeter is. Um, dus ja, okay. dan kom ik toch al bijna... Um, daar zit ik al bijna dat als alles goed komt, tegen 8000... 250 punten, denk ik. Kan je dat gemakkelijk plaatsen als je dan zegt van oké, okay, dit was nu niet de beste competitie of de beste speercompetitie, voor naar de volgende discipline te gaan? Kan je daar gemakkelijk in schakelen? Ja, in is had ik wel wat um, moeite om tevreden dan te zijn met mijn post ook. 4,80 meter was ook wel mijn beste in de meerkamp ooit. Um, allee, auto maar vorig ja. jaar had ik dan 4,50 of 60 staan. Um, ik was wel even zo van ah, jammer, ay, omdat... Mijn eigen fout was dat ik niet naar 14 pas ben gegaan. Eigenlijk. Want op training had ik die wel een paar keer geoefend ook. Um, maar ik had er op dat moment gewoon niet aan gedacht om uh, twee passen achteruit te gaan voor meer snelheid in die stok te kunnen steken. Um, dus zelfs ja, had ik zo misschien wel in één discipline 100 punten meer gehad als ik in plaats van 4,80 naar 5 meter 5,10 ja. haal. En op die manier telt al die kleine peetjes het dan ja, ja, naar, ja. naar een score ja. die. Ja, een pak Ja, inderdaad. Je sprak van de winter ook over jouw verspringen: dat je daar de afgelopen seizoen iets minder op had getraind, omdat hij eigenlijk heel goed zat, maar dan toch de afgelopen winter weer extra op gewerkt hebt. Die 7,36m, als ik een beetje mag inschatten, kan ik misschien denken dat je misschien net iets meer wou. Kan dat? Um, ja, allee. ik wou naar die 750 meter gaan. Um, maar 736 dat klinkt wel veel minder dan dat eigenlijk is, want dat is maar alleen zoveel zo van. Die 7,50 meter eigenlijk. Ja, dat is een um, halve voet eigenlijk. Ja, ja inderdaad. In ja. Hand, ja. Um, dus ja, het was ook een beetje wisselende wind daar. Uh, waardoor dat ik... En het was af en toe wat tegen ook. Dus ik kwam ook niet helemaal goed uit altijd. Mm -hmm. um, mijn laatste poging was een nul, maar dat is al een hele verre. Um, ik ik max ook zo een, een beetje uit met mijn voet. Um, waardoor dat ik... Ik heb nog geluk dat ik mijn voet niet heb omgestaan. Dat was eigenlijk, like bij Thomas van der Plaats in, in uh, Tokio. Ja, ja, eigenlijk juist hetzelfde. Maar mijn voet heeft het gelijk wel gehouden. Een um, beetje met de schrik gekomen. Ja, ja, inderdaad. Een ja. beetje wel. Ik voelde mijn voet zo omkantelen van links naar rechts. Um, zelf bak, de bak was helemaal kapot. Zelf van mijn spikes die erover uh, schoven. Okay. Um, dus ja, ik was zo blij met mijn 736. Dan, dan is 736 nu wel een prestatie. Dat. Ja, ja. Laat het overal vooral worden. E-hamer had het ook, hè? Ehamer ook had drie nullen. Uh, en ook bij zijn laatste poging was hij dan op beeld aan het kijken. En het was ook effectief, hij zet zijn voet en hij schuift effectief nog door op de plasticine. Dus ook omdat die planken nieuw zijn, en je had hem wel al wel pijn gedaan. Dus uh, niet zo goed ja. als bij Thomas toen. maar uh, ja, het zag er niet goed uit. Ja, de plasticine is dan. Nog te, te zacht of nog um, niet? Het is geen plasticine meer, het is gewoon hout ja. eigenlijk nu. Ja. Het is het hout dat ervoor ligt. Want ze kijken okay. niet meer naar de afdruk erin, maar ze kijken naar... Ah, op, 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 de, de, de beelden. Komt je voet over de lijn, ja of nee? Maar soms ze stoot af een centimeter ervoor, maar als je je voet kantelt en afzet, komt opeens je tip wel erover. Dus eigenlijk <laughs> is dat wel een beetje een rare regel. Uh, ja. Waardoor dat er eigenlijk geld is gesprongen. Je, uh, je zet je voet op een centimeter ervoor, maar dan bij het afstoot ga je erover. Dat is eigenlijk... Ja, ik vind op die dat Maar wordt die sprong nog altijd afgekeurd. Ja, ja. ja, want je hebt eigenlijk geen afdruk op die plasticine die daar aan je vroeger dan zat. Maar omdat dat nu elektronisch met, uh, dat dat gefilmd wordt, zie je opeens wel van ja uh, die zit daar over. Maar eigenlijk is het al in, in je sprong zelf dat je erover gaat. Maar... Merk je dat bij dan, met de andere atleten, van oké, okay, we moeten hier toch wel een beetje voorzichtigheid inbouwen? Ja, het is wel op veel vlakken dat dat nu moeilijker is om geldige pogingen ook te hebben. Als je kijkt, nu meer en meer met die camera's. Um, ik had ook bij discus bij mijn eerste poging zat ik net mijn, ik draai en ik draai dan door naar mijn afworp en ik zit met mijn voet net op de rand en vleug eraf dat is ook direct te zien terwijl ik het zelf amper had gevoeld ook um, dus ja ik vind het wel zo dat ze dan nu uh... al die woorden worden ook allemaal echt opgemeten of gemeten met het oog waar je afstoot dan ja, 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 ja. oké okay. ja. en is dat ja hoe, hoe, hoe kan je daar dan op, op trainen dan moet ik zeggen ja dan moet je dan al een oog een digitaal oogje op training of zo hebben of is het ogen van, van de ouders die dan hoe getreinsd moeten zijn? Van Kelly, Kelly zal er wel kijken. Is... Ja, we verspringen gewoon een constante aanloop. We ja. proberen heel hele tijd op diezelfde plaats. Wat mij wel redelijk goed lukt ook. Um, maar toch, als je een beetje mee bent, dat opeens en een vreten voetje naar achter te gaan of zo. dan kunnen we er makkelijk over zitten. Want je hebt al een zilvermedaille medaille op de EOF. Um, een zilvermedaille medaille EKU 20. gouden medaille. Nee, Ongare-medaille EK 20 ja, ja, ja. en zilveren medaille op het WK U20. Maar nu sta je daar wel tussen echt olympische atleten. Kijk je daar dan anders naar? Of heb je dan toch dingen geleerd van die mannen? Plots sta je daar eigenlijk niet. En dan moeten we zeggen, elke kwam die je voorheen start, was je bijna topfavoriet. Nu heb je daar meer die rust. Heb je iets geleerd van die mannen? Of spreken die mannen tegen jou? Kennen die jou dan eigenlijk? Ja, um, nou, ik ken er wel een paar van. De kampioenschappen van vroeger, die ongeveer hmm. mijn leeftijd zijn, een jaar ouder, die ken ik wel al. Um, maar andere mannen, um, ay, op de dag ervoor was hun trainingsdag. Damien Warner deed zijn tour op de piste rustig. Die komt naar mij, geeft mij een hand en stelt dan voor. Uh, ja, ik stel mij dan ook voor, dus... aan <laughs> dag... houd je houdt de van de pinten, zeg Ja, ja. <laughs> um, Dus ja, ay, het feit dat hij al naar iedereen komt en een hand geeft mm. om hem voor te stellen of uh, te vragen hoe dat gaat en zo. Is dat dan die meerkantmentaliteit waarbij... Bijna een familie lijkt of een groep vrienden die aan het sporten is. Ja, ja. Die wel intensief aan het sporten is, maar. Ja, denk ik wel. Zeker omdat hij. Normaal um, na de Meerkamp. Kijk je de mensen daar goed. Um, maar nu ja, komt hij al voor de Meerkamp ook. Hallo, zeggen. Dus uh, ey, Dat heeft me wel een ontspannen gevoel van. Ey, ik word hier uh, geaccepteerd tussen die, tussen die wereldtoppers ook. Ja. Dus uh, ey, dat vond ik wel leuk. Ja. En als je mag kiezen deze zomer, dan toch liever een medaille op een PK23? Of toch liever een top 10 plaats op 2K? Ik um, ga dan voor een medaille gaan op het EK 23? Ja, 23 ja, ja. Je zou ook wat de trainers liever hebben zien gebeuren? Goh, ik denk dat hij die keuze wel zelf moet. Maken. ik denk dat het makkelijker is om um, naar het EK te gaan dan naar het WK. Allee, makkelijker. EK is er sowieso. Qua <laughs> selectie bedoel je? Of ja, WK is sowieso afwachten. Waarvan ja. we ook denken van dat hij er niet zal bij zijn. Mm -hmm. Maar dan hebben we nog... September achter de hand, eventueel om naar Talans te gaan. Dus, uh, om daar kaster. nog een kanten uh, ja. te gaan doen. Want ja, je staat de eerste 24 worden uitgenodigd. Ja. Met deze prestatie zal je toch een beetje opschrijven op de, op de rankings. Zo, um, denk ik ben zelf een plaats naar onder opgeschoven nu, na ja, Omdat er zeer veel. Iedereen heeft voor mij. Ja. <laughs> Vorig jaar zat ik dan, uh, wat ik naar Talans zoek voor die 100, ik had alleen 100 meter gedaan, dat ik dan heb moeten stoppen met mijn rug. Daar heb ik twee dagen lang dan gekeken naar anderen en dat was eigenlijk die waren zo niet super op dat moment, dus ik was echt van, allee, shit. Maar als ik er had meegedaan, ik had makkelijk meegekund met die mannen. Ja. En nu in Gutsies was ik er ook en dan stonden zij er ook weer, dus uh, die waren dan ook weer in topvorm. Dus ja, allee, ik, ik wil niet zeggen dat dat jammer is dat ik dat niet vijfde of zo ben hoorde in Gutsies, mm. maar ja, het was leuk omdat die anderen ook in vorm zaten en dat het echt een hoogstaande wedstrijd was. Um, ja, het is zo. Uh, um, ja, aan de ene kant vind ik het leuk, aan de andere kant is zo. Uh, ja. Uh, wat jammer dat ik dan niet uh, met mijn prestaties van vorig jaar dan goed heb kunnen eindigen in Guts. Allee, goed. Ik vind wel dat ik goed heb geëindigd, maar niet zo wat is top 5 of zo. Wat je absoluut eigenlijk wel, maar het is... Ja, maar met mijn score dat ik zou kunnen halen, zou ik dan ook wel 8200, uh, 300 bijna, met al mijn PR's te samen. Dan zou ik wel allee, zeker top 5 geëindigd zijn, denk ik. Is dat en, iets waar nou... je echt mee bezig bent? Zo van, van oké, okay, de ideale meerkamp? Of zoeken naar de ideale meerkamp? Um, Want nu heb je ook al, al vier PR's, denk ik, in Guts. Wat eigenlijk al heel straf is om toch meerdere PR's in één ja, meerkamp ja. te doen. Um, ja, vroeger ging het eigenlijk altijd vanzelf. Uh, van cadet, scholier tot junior ging het allemaal vanzelf. Die PR's die kwamen maar tijdens die meerkampen. Um, <laughs> ja, dat, wat ook wel normaal is, denk ik, want dan wordt elk jaar vanzelf nog sterker. Ja. Uh, maar nu moet ik echt al, is het alleen via mijn power dat je sterker kunt worden. En je technieken um, um, perfectioneren en zo. Um, dus ja, vanaf dat er een PR uit de bus komt, ben ik wel al ay, direct blij. Ook al is dat mm. maar één of twee in een meerkam. Uh, ik heb het altijd beter gedaan dan, dan dat ik vroeger was. Dus dat is sowieso altijd goed. Je komt nu in die top 5 aller tijden in België. Als we kijken naar de mannen die voor jou staan. Belgisch record, Hans van Alve 8519 punten. Thomas van der Plaatsen 8430 punten. Niels Spitomvils 8222 punten. En Frederik Onnew met 8142 punten. Hoe lang denk je dat, dat nog zal duren voor je op minst Frederik voorbij steekt? Um, ik denk dit jaar nog. Dat ik, Heb je iets gehoord van die mannen? Laat je die iets weten. Bijvoorbeeld ja, Niels. Die, die kom je wellicht wel vaak tegen op trainingen. Ja, op in, wedstrijden. Niels was er in Gutsjes ook. Niels ook, hè. ook hè. Ah, okay. um, dus daar, daar heeft hij um, mij sowieso gefeliciteerd ook. Um, hij, hij is gestopt naar discus. Dan heeft hij bij Pols ook nog naar mij gekeken. En bij Speer ook. Hij heeft ook wat gecoacht eigenlijk. Omdat hij dichter kon dan de trainers ook meestal. Oké. Okay, ja, ja. um, dus ja, Niels, die was, was sowieso blij voor mij met de 8000 punten. Um, ik heb ook een berichtje gehad van uh, Friedrik, zo nu ook. Ja, uh, ja, ja welkom in de 8000-club. <laughs> um, dus ja, mag ook... je mee gaan eten elke week of zo? <laughs> ja, met, met ons vijf nu. Een uh, <laughs> stoeltje bijzetten. <laughs> ja, nu kunnen ze niet meer gaan kaarten met vieren. Dan dus kom <laughs> ik daarbij. Um, maar nee, ja, en Thomas van der Paats doet ook altijd wel succes voor de wedstrijd en uh, proficiat en zo als het goed is gegaan. Um, en Hans ook eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. heb ik van heel de top. De vier die voor me staan allemaal een berichtje had. Ja. Oké, okay. ja. dat hoort dan ook weer bij die ja die mentaliteit aan, aan licht of zo. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. Ja. Voel je dat dan als je dan op een, op een individuele wedstrijd staat, op een WK op een bijvoorbeeld, als je er 100 of verspringen doet, dat dat toch iets anders is? Je hebt meer pogingen, blijf je dat anders in je wedstrijd? Um, ja, dan is het eigenlijk, alleen je zit dan een uurtje samen met die mannen en dan is het echt gewoon strijden voor die titel terwijl op de meerkamp er de heel tijd plaatsen opschuiven of plaatsen naar beneden mm -hmm. um, en zo dat is gewoon elke keer proficiat zeijten in een van uw collega's die goed heeft gepresteerd. Um, en dat twee dagen lang dus hij, door dat te doen ook denk ik dat je wel ja. een hechtere band hebt met meerkampers samen na twee dagen dan uh, naar een gewone uh, verspringwedstrijd of, of iets anders um, ja, ja dat is wel nog iets anders dan op een gewone wedstrijd denk ik ja want als we kijken naar het EK 20 u 23 sorry dan Ga je daar niet alleen zijn als Belg? Thomas van der Poel heeft zich al geplaatst. Maar Jeff Misploo is er nog een kandidaat. Hoe komt het toch dat er toch zo'n heel sterke generatie meerkampers is? is meerkamp is een van de speerpuntdisciplines van de federatie. Is dat dan het gevolg daarvan? Of is het toch meer het gevolg van dat er in het verleden goede meerkampers waren als Van Alfen, En dat het zo getriggerd is geweest? Flore Lambrecht heeft zich geplaatst voor de EOF. Hm. Dus ja, die mannen zijn er wel. Voel je dat, dat er toch meer interesse is voor die meerkamp? Of dat dat toch meer. Meer aan het groeien is? Ja, ik denk het wel. Um, ik zie ook steeds, elk jaar steeds meer mensen die meerkamp beginnen. Ook bij onze club zijn er veel um, ja? meerkampers die bij ons trainen. Um, of toch mensen die, hoe zijn in een bepaalde discipline, maar dan toch de andere nummers ook trainen, omdat die voor meerkamp willen gaan. Um, dus ja, ik denk dat die interesse er wel is, omdat zeker mijn ook, um, die groot voorbeeld is dan op die meerkamp. Um, en Thomas ook. Um, en nu ik ook, denk ik, een beetje. Want toen is het bij uh, jou eigenlijk een beetje gegroeid om dat toch die meerkamp te doen. Als kadet of als jeugdatleet doe je zo wel een beetje alles. Ja, oh, een beetje ingerold ook, denk ik. Omdat ik vanaf bij de deed ik al uh, vier kampen mee Vier kampen was dat toen zeker. Um, ja. ja, ja. Um, en daar uh, ik vond ik het leuk om al die disciplines te samen te doen. En dan het eindresultaat kwam ik dan ja, uh, meestal, uh, meestal kwam ik soms als eerste dan, uh, op het podium. ook um, ja, en dan, aj, nu nog altijd, ik vind elke discipline leuk om te doen. Ik heb dan 400 en 1500 die iets minder <laughs> zijn soms. Maar voor de rest vind ik die acht eh, technische nummers vind ik allemaal echt allee, mm. leuk om te doen. Op, op trainingen en op wedstrijd zeker. Um, ook al gaat er iets minder lek like speer. Dat, aj, ik vind het nog altijd leuk om een speer zo ver mogelijk te gooien. Ook al vliegt hij niet zo ver soms. Um, <laughs> Klopt het <laughs> aan jouw, jouw vader dat hij uh, jou voor de start van elke 1500 toch zo een kleine motivatie moet je meegeven, een klein doel, doelstellingetje. van ja, als je nu dit loopt, ja. dan word je dat. Als je dit loopt, kom je die punten en dan kom je daar terecht. Ja, dat is uh, voor elke 1500 eigenlijk wel het geval. Heb je zo uh, een lijstje met 10 tot soms 15 doelen op wat er nog allemaal haalbaar is? Ja, ja, ja dan mag iedereen het kiezen wat, wat <laughs> <denk je. lacht> En jullie stellen dat dan samen op, denk ik, dan thuis of zo? Denken jullie van, oké, okay, wat gaan we dit, 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 ja, dit dat weekend is, als doel in Dat stap alleen. Dat is, alleen ja. Papa zijn hoofd iets. Die zoekt dat allemaal op of ja, Dave, het Belse akkoord staat op één op altijd en dan daaronder staat zo. Ja. Uh, dan Thomas en dan Niels en zo. Um, dan ook de beste jaarprestatie staat erbij. Um, zoveel moeten halen voor A1-atleet te worden of A2-atleet, die dingen staan er allemaal op. Hij is echt de cijferfreak die. Ja, uh, niet ja, bezig ja. Dus na, na het speelwerpen zit hij dan uh, op zijn maxketje <laughs> tegen de muur te rekenen uh, op zijn uh, rekenmachientje. Dan schrijft hij op een blaadje alles op wat er nog haalbaar is. Wat ja. um, heeft hij gezegd voor is voor de 15.000 of de 15.00? Ehm, wat heeft hij nou gezegd? 44. Ja, omdat ik wat punten had laten liggen bij het speer en polsok, gingen we niet meer voor, voor het belscore U23. Mm -hmm. Maar... Uh, de 8.000 punten was de 4.45. Ja, ja 8.000 punten was 4.45 of zoiets. Ja. Um, dus de, ik dacht, ja, de stress viel een beetje weg, Van ik wist dat ik niet per se hoefde door te lopen voor recht nog. 8.000 punten te halen, Ja, je loopt 4.32, dus dan... Ja, inderdaad. Ik heb... Ik heb gewoon mijn eigen tempo gelopen op die 1500 en dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. Um, allee, we, hebben, we trainen altijd voor, voor 4,30 te lopen. Um, allee, wat wel redelijk snel is. Zeker allee, voor mij. Ik moet er wel, wel op trainen om een goede 1500 te hebben. Mm -hmm. um, dus ja, mijn record van vorig jaar was 4,33. Allee, dat lijkt nu niet zoveel sneller, die 430, Maar toen heb ik wel de laatste 300 meter alles gegeven. Je loopt, je loopt er maar twee op een jaar ook, waarschijnlijk? Of ja, max drie. Max, maximum drie eigenlijk. Ja. Ja. En nu heb ik eigenlijk gewoon heel hele tijd mijn eigen tempo gedaan, tot het einde, de laatste 150, iets versneld om niet stil te vallen. Um, en ik kwam op 4,32 wat ik eigenlijk niet had verwacht. Um, dus ja, was ik wel tevreden mee. Ja. Mooie ja, je, afsluiter. Eerlijk kort, waar je nog niet beter bent dan, dan je ouders, misschien die 400 horden. Jij staat daar, Milanine, moet ik even spieken en die 400 hoorde met je 58-06, 21ste aller tijden. Is dat nog steeds jouw prestatie waar je het meeste trots op bent? Ja, ik denk het wel, ja. Um, dat... ja je hebt meerdere ik Belgische heb dat... titels gehaald ik heb ook gehad. Ook... Ja, ik heb ook Belgisch kampioenschap gelopen. Um, en denk wel, ik had, ik had nog wel ambitie om, om langer met atletiek door te gaan. Maar door achilles problemen ben ik dan vroeger gestopt dan dat ik misschien zou gewild hebben. Maar ik heb er eigenlijk nooit spijt van gehad. Ik denk dat ik er alles heb ingestoken uh, en uitgehaald wat er op dat moment hmm. mogelijk was. Dus uh, ik ben altijd vriend dat ik er nog altijd op sta. Dus. <laughs> ja, op meerdere ook. Ja. 55 ste allertijd op de 400 met die 54, 56. Daar is er nu wel heel sterke concurrentie op de 400 geweest. Jij nooit de intentie? Die vraag heb je wellicht al op. Heel veel gekregen voor een bepaalde specialisatie. Veel meer kan verdoen het. Die Amker heeft die vraag zo vaak over het hoogspringen gekregen. Voor jou lijkt dat niet aan de orde. Of? Nee, ai, nog niet uh, in de komende jaren al sinds, denk hm. ik. Um, dat ik op ai, veel disciplines wel redelijk goed presteren. Dan zo, ai, op BK's doe ik al een keer horden of verspringen of hoogspringen mee. En dat gaat al, ai, altijd wel redelijk goed ook. Um, dus ja, ik denk, zolang dat alles. Gaat, blijft gaan en dat ik nu je pro progressie ook heb gemaakt in de, in de mm -hmm. voorbije jaren, dat ik wel nog altijd in de meerkamp ga blijven. Ja, je bent 21. Nu is het echt het moment om die progressie ook door te zetten, kan ik geloven. Ja, ja, denk ik. Geen Ashton-Eton-scenario's van even een mm, tussenjaar om iets anders te doen. Nee, ik denk, ja, denk als ik nu zo specialiseren in één nummer, dat ik wel later dan spijt heb dat ik niet heb uh, mm. doorgedaan. Want ik denk niet dat dat na een jaar al direct gaat ga werken, dat ik als, uh, of ga uitwerken als ik dan... Uh, Bijvoorbeeld op de horde gaan specialiseren, dat ik niet op, direct opeens mm. 1360 of zo Ik uh, mm. Denk dat ik dan het doel voor mij wel iets te hoog ga stellen om dan uh, um, mijn voldoening eruit te halen. Want wat blijft dan jouw absolute hoofddoel? Is dat iets waar jullie dan thuis over praten? Wat zou het einddoel moeten zijn in jouw carrière? Of, denk je daar, of sta je daar op dit moment nog niet bij stil? Een, een einddoel hebben we denk ik niet echt voor ogen of zo. Maar um, termijn doelen we wel. Dat wel. Ja. Ja, een eindtool zou kunnen zijn een wereldkorale maar dan moest ik al gestopt zijn. Denk ik. <laughs> je ja. Moest dat weer gestopt zijn? Ja. Ja, um, nee, maar ik denk niet dat we echt dat papa ook niet echt een eindtool in zijn hoofd zou hebben. Van uh, als hij daar even bereikt, dan is het oké okay. geweest. Dus we gewoon blijven gaan en zien wat ik allemaal kan bereiken. Op welk moment heb je eigenlijk beseft, want ja, volgend jaar zijn het te spelen, geen onrealistisch doel uiteindelijk. Wanneer heb je beseft van oké, okay, dit, is, dit is wel iets wat ik. Als het job kan doen, want nu studeer je ook nog. Maar ja, je bent eigenlijk bijna voltijds prof te hoeven. Of... Um, of je leeft misschien wel als een prof. Ja, ik, ik schrijf school al een beetje aan de kant soms. <laughs> zeker tijdens de examenperiode. Dat, dat ja, dan want ik weet niet wanneer mensen luisteren, maar nu is het eigenlijk examenperiode. Is het er eigenlijk nog vrij rustig. Heb ik, <laughs> ik heb nu ook niet zoveel examens eigenlijk deze periode. Um, want ik spreid mijn jaren over vijf in plaats van drie. Um, dus het is allemaal wel iets chiller. En kan ook wel examens verzetten als ik dat wil. Hm. Um, maar ik heb wel nog altijd examens, wel degelijk. Um, <laughs> ik heb er nu, nu, eigenlijk niet veel voor gedaan. Um, omdat ik, ik in de examenperiode, ik zeg altijd, dan heb ik juist meer tijd om te trainen. Terwijl de anderen dan thuis zitten <laughs> en zeggen van, ik kan niet komen omdat de examens zijn. Maar ik dacht, nee, nee, dat is geen goede reden. Ik, ik vind dat ik meer tijd heb, dan dus, ze uh... Want je doet uh, LO en bewegingsrecreatie, denk ja, ik? Ja. Is dat dan een keuze van, oké, okay, sport is echt gewoon mijn leven en daar wil ik echt blijven op focussen? Um, of ja. is het van, goh, ik ben er goed in en ik ga misschien de vlotste weg zijn. Misschien. Nee, het is ook de ook leukste een... weg. Het meeste plezier. Ja, halen. leuk is het inderdaad ook wel. Als je de praktijklessen doe ik altijd wel graag mee. Ik heb ook wel moeten leren om niet altijd 100% mijn best te doen. <laughs> um, tijdens uh, een voetbal of een basketmatch of zo. Um, moet ik me wel een beetje inhouden met weten dat ik dan training heb s'avonds, dat ik me niet vermoeid naar die training ga. Um, of belangrijke wedstrijden die eraan komen. De week voor Gutsjes waren dan allemaal praktijkexamens op school ook. want dan heb ik dan afgezegd. Um, ja, en de leraren die wist, die vonden allemaal oké, okay, die begrijpen me ook. En die steunen mij ook wel, want dat ze, ze weten ook wel wat, wat guts is. Um, okay. Dus dat is altijd wel handig ook, dat die achter mij staan daarbij. Um, dus ja, ik had denk, ook wel de keuze om ook wel te blijven studeren. Je wil dat diploma ook wel halen, want het lijkt mij niet eenvoudig als je werkt voor zo'n doelen, dat, dat om dan toch nog, oké, okay, ja, ik moet hier nu nog een examen doen, of ik moet er nu nog, nog een examen pingpong doen. Ja, uh, maar ja, het had ook wel dat ik uh, de meeste sporten ook wel leuk vind om te doen. Um, en ook wel hoe ik kan. Um, I, behalve dan fietsen, fietsen en zwemmen en zo. <laughs> dat is ook nee, wel is. iets minder nooit, op. Ik nooit, nooit veel gaan zwemmen met de kinderen. <laughs> ja. um, Uithouding zwemmen dan vooral. Zwemmen, uh, ja. I, ik vind het leuk om uh, uh, een bubbelbad te nemen ofzo. <laughs> In de jacuzzi gaan of zo maar, Die de ijsbaden daarbij, mm, dat minder dat minder <laughs> en lang zwemmen. Dat, dat zeker niet, nee. daar was ik ook niet door voor op school. <laughs> ik had een en techniek. Want <laughs> sport is wel, lijkt mij de centrale factor in jullie gezin. Jouw broers zien trent ook bij jou. Jullie geven alle twee training. Ja, alleen maar sport lijkt het dan toch? Ja. Dus uh, meestal ook als, als vrienden iets willen plannen om een weekendje weg te gaan, dan zijn we altijd eerst waar ze dan vragen: wanneer past het voor jullie? Dus, uh, <laughs> en dan zeggen we meestal, ja, de eerste weken van oktober, dan past het voor ons. Dus, <laughs> ja, eigenlijk voor de rest zit het eigenlijk jaar altijd helemaal vol. Um, ja, Wordt die planning we... gelegd in de, in, 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 naar gelang, die wedstrijdplanning ook? Ja, toch wel. Dus uh, Zeker, het is nu ook makkelijker vroeger als Ay, als Cibe nog, Cibe uh, is twee jaar jonger, dus dan was het kadet kampioenschap die liggen dan anders, maar nu liggen het allemaal, allemaal samen, een beetje ja. in dezelfde buurt. Dus, uh, maar ja, thuis is het altijd ja, atletiek op de voorgrond dus, uh, voor alles, voor trainingen, voor weggaan, reis, uh, ja, alles eigenlijk. Maar <laughs> ik denk nu wel dat, dat van planningen, dat ik in de komende jaren altijd wel eind mei met Meerkamp ga kunnen doen ja. uh, in Gutsjes dus denk dat dat wel dan hopelijk vast op de planning komt te staan Weet je dan, ja, het wordt getraind door onder meer door je ouders jij doet vooral de hoorden, Melanie. ja jouw vader doet de sprint vooral ook het verspringen dacht ja, ik ja een uitdaging ook ja. en dan voor de andere specifieke kampnummers zit je bij ja discipline trainers is dat een extra ondersteuning dat het mensen zijn die zo dicht bij jou staan die dan misschien ook beter begrijpen hoe jij jou voelt of wringt het soms een beetje uh, nee dat verringt je eigenlijk niet, want ik train er al jaren bij eigenlijk bij die trainers. Um, het zijn ook, de meeste daarvan zijn allemaal clubtrainers ook van BK Gent. Um, dus die, die zien elkaar, die praten ook met elkaar over mij en ik zeg wat ik in de vorige training heb gedaan. Als je dan plyometrie hebt gehad, bij de sprinters hoe moet je dat niet bij hoogspringen gaan doen. Een Amerikaan plan um, is nooit. nooit. Heeft nooit op tafel gelegen. Nee, nee, dat, dat, dat wil ik zelf ook liever niet. Nee? Um, veel had je... leed te doen het om wat het meest, bijvoorbeeld naar Amerika ja. te gaan? Ah, dat seizoen. spreekt mij persoonlijk gewoon niet, niet aan om daar eh, naartoe te gaan. Um, je, niet, omdat ik, ik, ga het niet over dat ik uh, beter of slechter van zou worden op authentiek vlak, maar gewoon dat dat mij niet ligt. Dat is hm. um, niet zo'n persoon die zo'n uitdaging moet hebben eigenlijk. Um. Is dat dan belangrijk voor jou, zowel die trainingsgroep? Want in de punten hebben jullie die jullie de punten. Jullie zijn dan zo. Maar een heel hechte groep is dat voor jou een, een belangrijk aspect in jouw trainingen? Um, ja, alleen ik ga altijd graag naar de training. Ook al weet ik, het is een 400 training of zo, ik ga afzien. Maar <laughs> als we samen kunnen afzien, is dat altijd veel leuker dan, dan alleen. Um, dus ik ga altijd met grote lachen naar de training. Omdat ik weet dat. Dat zijn, dat zijn ook vrienden natuurlijk. Je um, hebt dan vrienden van op school, maar vrienden van atletiek. Waar je uh, sowieso die band van atletiek mee hebt. Dus um, daar kunnen ook meepraten over atletiek en die begrijpen dan wat hij zegt. Ook, eh, op... Is dat dan een goede compensatie of een goede hulp ook voor alle opofferingen die dat wellicht maakt? Want ja, veel ouders misschien meer dan niet moeten bij, bij hun kinderen denken van, oké, okay, ja, wanneer moet ik die s'nachts gaan halen of gaat hij wel thuiskomen? Of, of hoe laat en in welk staat gaat die thuiskomen? <laughs> als Jente misschien zich een beetje mottig voelt, is van een andere reden misschien. <laughs> ik heb hem, um, ja, hij gaat had, hij had bijna nooit weg, dus uh, als hij weg gaat, is het met de vriendin. Ik ga niet eten of naar de cinema, maar echt uitgaan. Cinema, dat doen we niet. Oh, oh ja, dat maakt u niet uit. Ga shoppen. Ga dus, uh, shoppen, vooral, ja. Aan heb shoppen. je soms het gevoel dat je daar opofferingen voor moet maken of dat je dingen mist? Um, Wat mijzelf mezelf ook al niet zo de grootste uitgaander of zo. Dus uitgaan met vrienden of op café, dat, is, dat mis kan ik eigenlijk niet missen, maar ik dat nooit echt super graag heb gedaan of zo. Alleen op het einde van het seizoen, zo een keer. Um, maar ja, af en toe moet ik wel een keer zeggen van ja, nee, ik kan niet of, of ik me vroeger weg als ik dan mijn vrienden heb afgesproken omdat, omdat ik nog moet trainen of een belangrijke wedstrijd heb in het weekend of zo. Um, maar dat is eigenlijk al zo lang dat ik dat doe. Um, dat van, ja, 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 bij echt. de scholieren al ay, nam ik het ook al redelijk serieus. Dus um, ja, bij de U18 is het al begonnen en nu nog altijd eigenlijk. Dus, ay, en ze begrijpen dat ook wel. Um, dus ja, dat gaat wel allemaal. Ja, jullie twee samen hebben jaren en atletiek kennis en ervaring opgeleist. Of, sta of omvat. Misschien is het tijd om dat even te testen. Want Straks wil ik heel graag nog over dat wereldrecord praten. Maar eerst, eerst wil ik misschien een klein testje doen, wat nee, jullie kennis is over die tien disciplines um, in de Meerkamp. Ik heb tien vragen voorbereid. Dus dat zijn tien vragen. Over elke discipline hebben we een vraag. Altijd twee antwoordmogelijkheden. Dus ik heb het zo makkelijk gemaakt dat er toch altijd um, mogelijkheden zijn. Ik stel voor dat jullie het antwoord in jullie hoofd hebben. En dan zal ik, uh, laten we de eerlijkheid gebieden. Zullen we eerst altijd de vraag aan Jens stellen? En dan mag jij zeggen of je akkoord gaat of niet. Ja, akkoord gaat. Oké, okay, okay, eerste discipline van de dag, de 100 meter, ja. dag 1. Wie is uh, op dit moment de huidige Belgische kampioen om de 100 meter? Is dat Kobe Vleemings of Wart Merks? Uh, wart. Klopt. Nee? Kobe. Nee? Ah, toe. toch? Een ja. Uh, ah, ja, ah, ja oh. Juist, ja, ja, ja. Bart ik wist had... dat Ward dat goed had gelopen. Maar ik was nu, ja. niet zeker dat hij voor was of niet. Ja, het was een bijzonder sterke finale met de Falklands. Ze er ja. allemaal heel sterk ja. hebben gelopen. Ja. Maar dus, uh, leuk voor Ward, die dan toch. Dat uh, ja, uh, uh, was Kobe. Ik dat ik het uh, <laughs> niet wist. Uh. Verspringen. Uh, Kevin Majers, bij zijn wereldrecord 10kamp, heeft hij voor beide 8 meter gesprongen in die 10kamp of niet? Nee. Nee? Nee. Nee, nee? inderdaad. Nee. 7. 81 of zoiets. Okay. Is er een atleet die je, die je dan toch wel bewondert? Of welke atleet is toch zo wel een beetje jouw voorbeeld misschien of iemand waar je denkt, van, oké, okay, dat is wel een atleet waar ik naar kijk in die tienkamp. Um, dat is eigenlijk altijd uh, Ashton Eaton geweest. Yeah. Um, ja? de vorige wereldrecordhouder. Omdat um, uh, ik die al voor Kevin Maier kende, dus daar keek ik wel redelijk naar op, um, van als ik klein was. Ja, natuurlijk uh, Kevin Maier ook. En alle alle wereldtoppers Damien Warner Lepage ook al die mannen is die dat hoge scoren zalen die hebben altijd hun, hun eigen kwaliteiten op, op andere disciplines ook dus uh, dat vind ik zo leuk ook om naar te kijken ook om dan misschien dan East misschien of Iten dan toch misschien ja. meer zo een beetje jouw type meerkamper is, van die explosieve disciplines het lopen en het springen um, ja dat was eigenlijk de ene dat ik echt goed kende dan uh, als, ik, als ik jong was of een, die ik, Waar ik zijn naam dan van kende, zeg maar. <laughs> uh, toen was Van der Plaats en Hans van Alphen, ja. kende ik ook. Uh, maar dat was zo de eerste buitenlandse tienkamper dat, dat ik eigenlijk kende van naam. Um, dus ja, ik zag die ook graag bezig op tv. En zo. Mm. En, uh, allee, die sprong ook acht meter ver. Um, dus uh, dat vond ik altijd wel zot om dat. ver uh, verspringen toen was ook een van mijn, van mijn favoriete disciplines. Dus ik uh, denk dat het daar ook wel iets mee te maken heeft. Ja, voilà. Je moet geen acht meter springen voor een wereldrecord. Kogelstoten. Naar de Amerikanen vooral heel sterk in. En welke Amerikaan die bracht vorig weekend het wereldrecord kogel op een waanzinnige 23 meter 56? Was dat Randy Barrs of Ryan Cruiser? Ja, Ryan Cruiser, ja. Cruiser. Punt ja. nummer twee is binnen. <laughs> Misschien de minst favoriete discipline, die 400 meter. Of eerst nog het hoogspringen. Het hoogspringen. Ja, ja. Het hoogspringen. Wie heeft eigenlijk het hoogste hoogspringrecord of het beste hoogspringrecord? Is dat Hans van Alve of Tia Hellebout? Wie van de twee heeft het hoogste gesprongen? Uh, Daar is twijfel. Ik denk dat Hans ooit in zijn carrière wel hoger gesprongen heeft. Ja, ja, ik denk het wel. Hoeveel denk je? Of weet je hoeveel Tia Hellebout heeft gesprongen? Wat haar uh, PR is? 2,07. Dan kijk ik misschien nee. naar niemand want ja, je hebt er nog tegen gestreden. Goed, ja, ja. <laughs> uh, ja, 207, denk ik, ja. En Hans hoger dan? Ik denk... Ja, ik denk ooit dat hij wel hoger heeft gesprongen. Ik denk ook 2011, 212, denk ik. Het is inderdaad Hans ja. die hoger heeft gesprongen, ja. maar bij Tia is het 2,05 meter. 0, 5, ah, ja, okay. En bij Hans is het 2,06 meter. 0, ah, oké. Okay. <laughs> hmm. Juist, is juist. Yes, 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 yes. Punt is punt. <laughs> just, just. Dan tijd voor die, die 400, die 400 meter. Ja het wereldrecord van de 400 meter staat op naam van Weet van Nieuwkerk met 43,03, is net niet onder die 43. Maar weten jullie hoeveel atleten ooit al onder de 44 seconden hebben gelopen? Zijn dat er 13 in totaal wereldwijd of zijn dat er 22? Hoeveel atleten hebben ooit al onder de 44? Onder de 45. Onder de 44, sorry, onder de uh, 44 uh, gelopen.

Hm, ik weet het niet. Oh. Nee, het is een Duitser 44-33 is mm. dus nog. B -b 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 nog geen. Oh, de Duitser heeft, heet Thomas Sneuble. Nee, dat is Het staat ook niet. al vanuit 1965, dus ja, ah, ja. onder welke was toch niet geboren? <laughs> onder welke omstandigheden weten we misschien nooit. Maar er is dus nog nee. nooit een European onder die 44. Voilà, de eerste dag zit erop. Zal wat nog, hè? Toch een paar punten. Ja, ja. Maar geen balse koord meer ja. al, denk ik. Toch al drie punten, <laughs> safa. Dag Dag twee, aan het beginnen we met die horde. Um, Jente, weet jij wat de, het hoogspringrecord is, of de hordehoogte is, op die 100 meter voor vrouwen? Is dat 84 of 94? 84. Milani, ja. weet je veel zeker vanzelf? 84. Serge boekka in het post springen, hoe vaak werd hij olympisch kampioen? Nul keer of twee keer? Hmm. Dat weet ik ook niet zeker. ben um... ook aan twee. Wordt dat dan een gokje? Twee. Nee, ik, denk Nog... nul. ik denk nul. Nul? Ja. Twee. Het punt gaat voor Jente. Ah. Ik krijg hier een eerste afscheiding. <laughs> Jente die de <laughs> kop gaat pakken met, dat eerst, met deze vraag. Ja, uh, Serge Boekert. Nul keer wereldkampioen geworden. Eh, Olympisch kampioen. kampioen, sorry. Olympisch kampioen, Olympisch ja, sorry, ja. Olympisch ja, kampioen ja. geworden met de postdoek, Maar ja, wel legendarisch uiteraard. Ja, ja, ja. Dus voilà, je moet geen Olympisch kampioen worden om legendarisch <laughs> te worden. Onthoud het maar. Merlin Notti is ook nooit wereld, uh, Olympisch kampioen geworden, denk ik. Alblieft. Merlin Nott is ook nooit Olympisch kampioen geworden. Ah, voilà. Kampioen en ook een ja. legendarische carrière. Ja, voilà. <laughs> ja, en het spelwerpen. Timothy Herman, die verbeterde onlangs het uh, Belgisch record... Met maar liefst 87,35 meter. 35. Maar weet je ook van wie hij dat record afnam? Was dat van Mark van Mensel of van Johan Kloek? Johan Kloek, ja. Overtuigend. Ja, makkelijk. Ja, ja. Ik heb voor ja. school, voor uh, project Allo, een uh, paper gemaakt over Timothy. Dus uh, daar komt uh, Johan er ook in voor. Dus daarmee, okay, okay. Dat ik, ik weet, uh, nu weet ik alles van Timothy. Zijn uh, <laughs> prestaties en uh, omgeving en zo. We <laughs> gaan ja, voilà, nu nog veel opsteken en dan. Uh... Ja, nu nog even vergooien en dan uh, Of toch een beetje Zo ver. gewoon omdraaien. <laughs> dat zal ja, ja, <laughs> <laughs> ja, het discus Filip Milanov heeft afgelopen of twee weken geleden voor het eerst opnieuw een gigantisch verre worp gedaan. Hoe lang is het geleden dat hij nog eens voorbij die, vier, voorbij die eh, 64 meter had geworpen? Um, van 2018, denk ik? ik. Ik zou zeggen drie jaar. Vier jaar. Drie, vier jaar, denk ik wel. Ja, het punt gaat opnieuw naar Jente. Het stond in het verslag op, het, op de website ja, van de Vlaamse Boek. Dat, dat heb ik gelezen. Bij zich, ja. voilà, ik heb voilà. het ik heb Iemand het die Ik mij... ook gelezen, maar. Ah, uh, uh. Je met verslagen beter dan jij. Ik kan het onthouden, hou ik dan vooral met deze quiz. Oké. Okay. Um, begrijpend lezen. Begrijpend lezen, ja, ja, uh. ja dat is bij ons. Ja. En daar waren we de volgorde ook wel even kwijt. Want uh, eerst ja. het aan het speerwerpen, dan kogel. Uh, of discuswerpen. Maar dan komen we natuurlijk nog bij die laatste discipline, ja, he, die 1500 meter. En Gutsies. Vraag specifiek over jouw prestatie. Liep je in Goetsies: je 1500 trager of sneller dan 20 km per uur? En dan is de antwoordoptie trager of ja. sneller? Trager. Trager. 34 anders, 20 per uur. Ben je heel overtuigend, zeker? Ja. Het treint toch ook. Een fractie dragen. Achter, ja. Achter de fiets. Waarschijnlijk Hendrik al 100% overtuigd van het antwoord, maar... Ja, ja. Ben je er ook zelf mee bezig met die tempo's tijdens die 1500? Of is het dan echt gewoon lopen? Of heb je toch in je hoofd van, ik moet hier doorkomen zoveel, ik moet doorkomen zoveel? Nee, ja, elke ronde heb ik een door doorkomsttijd uh, van papa meegekregen ook. Dat um, was uh, 1.12, 2.24, 36 uh, per ronde. En dan laatste 300 vol een bak gaan. Um, het feit dat ik gewoon mijn eigen tempo heb gehouden, de laatste 300 een beetje afgezwakt. Daardoor ay, twee seconden te traag voor die 4.30, maar In uh, op de EK 23. Als het moet, dan ga ik dat lopen, denk ik. <laughs> Is dat dan als je echt loopt voor de medaille? Als je dan echt zo Ja Ja, ja. of als ik moet lopen om een score iemand. te halen of zo, dan. Uh... Dan kan ja, ja? ik dat wel. Ik kan mezelf, ja. dan lukt dat wat er op het lijstje staat. Wat er op het lijstje 500. staat. <laughs> ik herinner me nog trouwens die 1500 in Nairobi, waar je dan zilver pakt. Um, ja, Jeff Miesploon die daar eigenlijk bijna haast voor jou. Die daar jou heel hard op sleeptouw neemt. Was het in Nairobi? Nee, in Tallinn was dat. Hè? Was het in Tallinn? Ja, in Tallinn heeft hij mij meegepakt. Ja, ja. Ja. Um, is dat dan toch ook leuk om daar iemand mee te hebben die zoiets voor jou doet? Ja, tuurlijk. Ja. Allee, ik had al een ooit gehad dat iemand echt zei van, die specifiek voor mij uh, wat tempo ging maken. Um, dus ja, dat was wel leuk toen, uh, toen Jeff meeliep. Ik herinner me nog dat hij altijd met zijn handje toen ja. van kwam. Ja, we hebben en, een hele ja, foto's tijd. Moet, ja, moet, ja, ja, we ja, moeten ja. nu ietsje sneller gaan. Um, dus ja, Dave, allee, ik had dan nu niet zo een top toptijd gelopen daar. Um, maar ik vond het al sinds wel leuk uh, voor die, die drie ronden dat ik dan mee kon met hem. <laughs> of 2,5 of, <twee> <laughs> of zo. En dan was hij weg. Ja, dan was hij weg. Um, omdat, ja. omdat ik toen, stond ik ver genoeg voor, voor, voor Skoltaim toen, dat ik niet per se moest doorlopen. En als het niet hoeft, dan gaat dat ook niet echt bij mij. Maar um, heeft in Guts is, um, 8500 punten ongeveer gescoord. 590, ja. ja. Hoe kijk je daarnaar dan toch zoiets van, toch, hoe heeft die dat nu gedaan? Of... Um, ja, eigenlijk, bij elke discipline scoort zo zo'n paar puntjes meer dan mij. Gemiddeld um, ja, 50 punten dan. Um, op de ene discipline al wat meer dan de andere maar ik denk dan allee, in mijn ogen kan ik dat ook wat dat hij kan alleen ja, het dat... is meer als prikkel dan echt ja, ja, sommige disciplines kan, kan ik hem niet uh, tippen denk ik um, ja, speerwerpen, verspring spring, springt ook wel een stuk verder 1500 ook 19. Um, en 400 ook wel 47 en een beetje vijf lopen en um, de andere disciplines denk ik dat ik wel allee, in zijn buurt kom uh, Koolstoten was ik dan voor hem. Uh, op ook springen was het ongeveer gelijk, ook, denk ik. Ja. Um, dus ja, volgens mij moet ik ook wel een hogere score halen dan 8.075. Als ik zie dat hij bijna 500 punten voorloopt, dat kan ik uh, niet laten gebeuren. Dan kom je wel zo met zo extra veel goesting naar training, als je weet van... Ja, ik zeker op de disciplines dat ik, waar ik dat heb laten liggen, verlikken met hem dan. Dus, uh, ja. Ik heb er al zin in om uh, op TK. En weer te zien. Maar nu toch al geslaagd, 8 op 10. Ik weet niet hoe je examens gelopen zijn of aan het lopen zijn, maar het zal een goede voorboden. Uh, ja, theorie-examens, die moeten nog komen, maar uh, 8 op 10 uh, ga ik me zeker tevreden zijn. Ja, meer dan niet, spijt mij 6 op 10. Net iets ja. minder. Ja. Zat. Ja, ik wou heel graag nog het wereldrecord indoor. Je hebt daar in Frankfurt een paar jaar geleden een geweldige prestatie neergezet. Een wereldrecord echt geleverd. Ja, op dit moment, ja, de enige bouw, denk ik nog met een wereldrecord. Nafitiam heeft de pech gehad met die ja, dopingcontrole-verhaal. Ja. Bij jou staat dat er, staat het er 100%? procent. Nafitiam even twee weer eh, indoor. Ja, nu. van, uh, van, deze nu winter. van de wind. Ja. Ah ja bij de, junior, ja, bij de junior. <laughs> ja, niet, bij de junior, ja. Ja, ja, ja. ja oké. Okay, ik dan denk ja. uh, Bashir op, op uh, de 20 kilometer of zo. Nee, kan dat niet? Of zo, op de Memorial. Ah, ja. Of het... Of het Europees record. Oh, of Europees record, ik weet het niet. Ja, Europees record op de marathon, denk ik. Ja. ja. Maar zo, op de Memorial ja. altijd zo op 20 kilometer zo keer ook. Waar Vaal dan voor het, uur, ja. het uurrecord ging. Als... Ja, dat doe je, denk ja. ik. Juist. Vlaar ik hier. Puntje extra voilà. dan toch. <laughs> Vlaar hier. Um, ja, ben je daar naartoe gegaan met het idee van: oké, okay, dat wereldrecord, dat kunnen we pakken, daar, daar kunnen we voor gaan. Maar je pakt daar het record van de Spanjaard eh, Isubio Carreras met 5.984 punten. Jij lapte daar een stuk bij, 6.062. Wist je van: oké, okay, 6.000 punten, dat is een prestatie die haalbaar is. Um, nee, zeker niet. We gingen eigenlijk naar Frankfurt omdat er toen met corona in België geen mogelijkheid was om een, een zevenkamp te doen. Dus dat was het dichtstbijzijnde toen Frankfurt. Um, dus ja, zijn we naar daar gaan met het idee van gewoon een meerkamp uitdoen en zien wat hij kan. Um, mm -hmm. En eventueel in de buurt komen van het Belgisch record toen van, van Jan Bal was dat. 5800 en een beetje punten. Ja. Dat zou, zou ik al fantastisch gevonden hebben. Um, maar dat is iets anders uitgedraaid dan uh... <laughs> ja dag één was uh, ontzettend goed eigenlijk um, PR bij kogel verspringen en hoogspringen um, allemaal uh, dikke PR um, ja. dus ja ik opeens ben al berichten te krijgen van mensen van uh, die ja. catlits of Europe dat um, account op Instagram Um, van, oh, uh, op weg naar een wereldrecord hier, ik zo, wow, wat zit hier allemaal te zeggen hier? Uh? En dan opeens ik kijk van, ja, maar mijn prestaties, als ik mijn persoonlijke even evenaar, dan zit ik daarover. Um, dus ik was iets van, oei, wat heb ik nu gedaan <laughs> um, Ja, dan... Uh, was het allemaal meer druk die tweede dag starten? Want ik herinner mij daar nog het geweldige filmpje van het postdoc springen. <laughs> ja, ja. Uh, well, het, het voetje er echt, ja, een bijtrekbeweging. Ja, ja. ja, die, die Huffman-rol inderdaad, op mijn derde poging op mijn beginhoogte. Um, en dan uiteindelijk nog mijn gesprongen bij Polstok, 4,70 meter toen. Um, de horden voor Polstok waren redelijk oké, okay, maar ik had die nacht twee uur geslapen, denk ik, van, uh, van de stress. Uh, toch? Ja, ik kan net zeggen, het lijkt me dat rust en kalmte een van jouw grootste talenten zijn. Je hebt daar een derde poging nodig op het Polstok springen. Het lukt dan ook helemaal, omdat je daar het hoofd koel cool kan houden en alsnog over de lat gaan. Dan verbaas ik me toch dat je dan toch nog zoveel stress hebt om te kunnen slapen. Um, ja, het was de tweede dag. Dus de nacht was voor, voor het polsstok. Daar had ik stress omdat ik de eerste dag zo goed had gepresteerd. En dan wist dat het eraan kwam. Die tweede dag, omdat ik in het verleden dan ook al vaker drie pogingen dat nodig had op mijn behinoogte. Um, ook zelf, toen ik mij wou kwalificeren voor mijn eerste EK U18 um, in Gior, had ik in Heertals toen ook al drie pogingen nodig. Dus, en toen is het me ook gelukt op die derde poging. Dus ik wist wel wat ik moest doen toen ik daar dan stond bij die derde poging. Ja. Um, ja, maar eigenlijk is dat niet gelukt om te doen. <laughs> ik verwachtte dus. <laughs> eigenlijk die sprong was, ik sprong en ik ging boven de lat en ik dacht van, ah, oh, het is niet gelukt. Ik laat me gaan. Maar opeens roteert mijn lichaam en mijn been gaat er juist over die lat. Dus um, ja, ik weet niet aan wie dat ik dat te danken heb of zo dat dat opeens gelukt is. Maar uh, Ingeving van moment. Ja, het jaar daarna heb ik wel misère gehad met mijn rug, dus dat is misschien wat die karma dat ik En <laughs> aan had heb. Um, dus ja op die duizend meter alles, alles uh, gegeven, dan had ik ook een, een dikke record van uh, zes seconden gelopen. Mm. Um. En denk je dat, dat dan zo die Indoormeerkamp jou misschien nog meer ligt omwille van die van ja, Thomas van der Plaats is ook okay, Europees kampioen uiteraard geweest en ook um, de, de universale gewonnen, maar wel een, een bronzen medaille op het WK Indoor. Is dat dan misschien ook wel zo de plaats of de soort wedstrijden waar jij misschien wel internationaal op het podium op termijn kan komen? Ja, nou, ik denk het wel. Um, zeker de komende jaren dan, als er een, een indoor kampioenschap zou zijn, dat ik daar wel beter precieer dan bij outdoor. Mm -hmm. Dat die ja, bij de discus en speerlettingen wel veel punten liggen, eigenlijk. Um, Want voor de Belgisch kort van Thomas heb je nog een kleine 200 punten nodig. Ja, ja. Um, ja, ik denk als alles in zijn plooi valt, dat, dat, daar, dat ik misschien wel in de buurt kan komen. Want die 6.200 is eigenlijk is wel gigantisch sterk ook, dat is misschien wel hey, sterker dan eh, 8300 of 400 punten. Um, dus ja, um, Thomas was ook wel een springer, um, explosieve meerkamper. Um, ja, vers springen, hoogspringen, polstok, dat zit allemaal in die zevenkamp. Dus daar heeft hij wel serieuze punten kunnen pakken. Um, maar ik ga er nog niet te veel over zeggen. We zien wel wat de toekomst brengt voor ja. uh, in die buurt komen van die scoren. Wat lijkt dat haalbaar voor jou om zo? zo ja, er zijn, als Europeanen heb je meerdere kampioenschappen. Europese en wereldkampioenschappen, indoor, outdoor. Zou je, als je een keuze moet maken, bepaalde kampioenschappen laten liggen? Want dat lijkt me niet evident als, als jonge host. Dan, dan wil je eigenlijk alles meepakken en overal je laten zien. Um, ja, ik probeer nu eindelijk weer op een seniorenkampioenschap te geraken. Wat vorig jaar niet gelukt is en van de winter ook net niet met mijn indoorprestatie. Ja. Um, terwijl ik dan vierde zou worden zijn met mijn prestatie op het EK Indoor. Um, dus ja, ik ga eerst proberen om er wel een keer te staan op zo'n kampioenschap. Ja. En dan proberen elk jaar wel toch een en mee te pikken. En als je nu al terugkijkt op alles wat je al gedaan hebt, wat zie je zo'n beetje als jou, jouw grootste prestatie? Um, eigenlijk, ja, mijn juniorjaren in 2021, heel dat jaar, dat was het jaar van mijn wereldrecord van... Goud in op het EK in Tallinn en zilver op het WK. Um, dus ja, heel dat jaar eigenlijk, die, die, die drie prestaties, ja. die, die springen wel naar boven. Ja. Ja. En nu eigenlijk 8000 punten als senior is ook uh, dat ik vroeger nooit gedacht dat dat haalbaar zou zijn eigenlijk. Ja? Ik, ik weet nog dat um, in het vijfde middelbaar mijn uh, leraar, um, meneer Alein zei van <laughs> als je ooit 7000 punten haalt, dan ga je er een goede in zijn. Ik, ik zit ondertussen al aan 8000. <laughs> dus uh, ja dan heb je een berichtje gestuurd naar is Dat weet ik hmm. niet. Ik heb, ik <laughs> <hadden>. <laughs> Wat de, naar wel toen dat je nieuw weer tekort was. Ja ja, ja. Okay. Um, Dus ja, kijk, ik zit al veel verder dan dat ik uh, een paar jaar had geleden gedacht, had gedacht dat, dat, we... dat ik heen uh, kunnen zitten. Ja, ja. Want toen kijken jullie een beetje als, als trainers en coaches en als ouders naar ja, het potentieel op termijn. Jullie oh. diegenen die dat proberen echt aan te wakkeren of van toch het realistische Wat? te houden. We proberen het realistisch te houden en zien hoe dat hij, hij blessure blij gaat blijven, hopelijk. Um, en nog wat sterker worden en, en matuurder en nog meer specifiek details gaan uh, benaderen. Dat denken we wel dat hij nog een grote stap kan zetten. Want ja, prof-atleet zijn, is, het, is, het is niet evident of het is niet eenvoudig, maar je hebt al bepaalde ondersteuning, dacht ik, of niet? Maar je hebt al een paar sponsors, persoonlijke sponsors. Ja. Kan je daar de pool mee, mee rondwerken? Want ja, je hebt, je hebt postoken nodig. Je hebt meer nodig dan gewoon een loper die dan misschien enkel die spikes nodig heeft. Ja, um, ik heb nu ook geluk dat ik um, sinds vorig jaar um, stokken ook krijg um, van Pacer. Dus daar uh, je moet je wel geen geld aan geven dan eigenlijk omdat dat ook wel is. Als je, zwaar, je nodig hebt, kan je een belletje doen? Op ja, plaatsen, ja dan je... vraag ik ze eigenlijk um, en dan krijg ik ze. Um, die persoon heb ik trouwens ook ontmoet in gutsies die voor mij stokken zorgt dat is de trainer ah, ja, had je nog nooit ontmoet de trainer van uh, ashley maloney trouwens oké okay. <laughs> ja. dus opeens die zegt ja ik, uh, ik ben de persoon die je stokken geeft okay. ik, uh, ik heb hem dan ook bedankt uh. die zo maakt of die <laughs> nee die ervoor zorgt dat ze worden opgestuurd naar uh, naar België, okay. want die komen van in amerika ja. um, die werkt voor uh, voor uh, okay. gil is eigenlijk het merk um, die die pacer stokken maakt dan oké okay, oké okay. um, dus daar die stokken krijg ik dan Um, Want hoe moet ik dat voorstellen? Hoeveel kost zo'n stok? Ik heb je er echt geen flauw idee van. Dat is toch ja, tuss tussen 1000 en 1200 euro. Ja. Een stok? Ja, de stok waar ik mee spring, dat ja. toch wel zoiets zijn. Ja. Dus ja, ik heb er al zo'n stuk of 7, 8 mee na wedstrijd. Dus ja, in zo'n zak zit toch wel redelijk wat geld dan eigenlijk ook. Ja, um, hallo. Ja. Ja. Dat is meer waard dan de auto waar ze mee vervoerd worden? <laughs> Nu wel eens. Ja, intussen wel, maar al die jaren wel. wel. Ja, ja. en um, ja, dan heb ik de andere sponsors, zoals uh, Assa Abloy, Kappa en Nagelmakers. Want hoe komen die bij jou terecht? Hoe vinden die jou? Je kan pacen, kan misschien denken, oké, okay, jong talent, die willen we wel sponsoren, ja. maar andere... Um, Kappa is eigenlijk het bedrijf waar mama uh, voor werkt. Um, jij een goed woordje gedaan? Dat is, uh, nee, zelfs niet. Dat was haar baas die eigenlijk okay. had uh, gevraagd. Ja. Hij vond het niet kunnen ja. dat zo'n beloftevolle atleet uh, weinig of geen uh, middelen had om, om ja, aan de bak te gaan. En dan heeft hij gezegd van, wij gaan hem sponsoren. Dus dat was zijn allereerste sponsor. Dus, Oké. Okay. Ja, dus ja. Uh, dan, uh, dan het jaar daarna eigenlijk ook. Ze is uh, al bloei gekomen ook. Um, dat en, was via via. Met, um, ja, de manager van um, ja, Matthias Kassen. Kassen. ook ja. Die verzocht dat bedrijven dan die een sporter willen sponsoren, die, heeft dat dan, uh, die hebben hun assa bij mij gebracht. Want jij hebt zelf um, nog geen manager? Um, ik heb een mommetje. <laughs> <laughs> een momager, ja. voilà. Ja, ja. Dat is de benaming die we eigenlijk moeten gebruiken. Voilà. Dan, de ja, 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 ja. <laughs> um, ja, en zo zijn die dan bij mij terechtgekomen en hebben een uh, ja, contract voor uh, sponsoring. Um, en dan ook nagelmakers die jongere sporters ook um, ondersteunt. Mm -hmm. um, ze hebben ook uh, ondertussen ook een andere atleet en ook iemand die golf speelt en zo. Ja. En een uh, gymnast ook. Um, dus ja, en dan, uh, ook Ethics en adidas, uh, waar ik ook bij zit. Dus ja, zo kom ik wel. Allee, al het materiaal kan ik zo wel um, financieren. ook. Allee, de speren en discussen en zo van die dingen. Mm -hmm. um, dus voorlopig. Allee, ik woon ook nog thuis, dus het is nog niet dat ik uh, huur of dingen allemaal moet betalen. Dat gaan we allemaal via de Mommetier. Maar echt winstgevend, momager, is het. Nee. Teamkampen nee, nog niet, al een nee, diepe nee. zucht. Nee nee, 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 maar ook ja, via Big Gold en, zo, uh, en via Sport Vlaanderen ja, ja. krijgt hij ook nog wel uh, mm -hmm. vergoedingen. Dus het lukt wel. Ja, projecten ja. als Big Gold die dan ook wel voor een heel mooie ondersteuning zorgen. Ja, klopt. Ja. Want ja, als speerpuntdiscipline, die Meerkamp, hoe, hoe voel je dat? Binnen de federatie wordt dat naar voren geschoven. Um, welke impact heeft dat? Um, ja, er worden wel meer naar meer kampers gekeken ook nu. Um, we kunnen dan hey, terecht ook bij, bij Bart, die nieuw is in de federatie, um, die dus meer specifiek ondersteunt met, met trainingen en zo. En van Heb ande... je er al bij Bart Bermermarkt getraind? Ja, ja, daar doe ik eigenlijk mijn tweede sessie voor Discus en Kogel bij. Oké. Okay. Um, um, ja, vorig jaar deed ik dat één keer, dit jaar nu twee keer, dus hey, ik vind wel dat hij heeft geholpen ook. Ja. Um, nou ja, er is ook een meerkamp programma met meerkampers over heel Vlaanderen die dan samen komen trainen ook in, de, in Gent um, dus ja, ze wordt sowieso wel meer naar gekeken en meer trainingen voorzien voor hen ja. alles om toch een beetje de puzzel te kunnen, te kunnen vlot leggen en te kunnen bolwerken ja, ja, ja. klopt um, als we dan, ja, vandaag trainingen, wat staat er nog op het, op het programma? Speer ik vanavond. Ja, vandaag uh, een beetje loswerken bij Speer. Omdat uh, normaal is het hoogspringen, maar mijn benen voelen niet zo super na de Meerkamp. Okay. Dus ik denk dat dat voor volgende week zal zijn. Nu een beetje losgooien alleen. Het klinkt als een heel ontspannen dag, dat ja, eigenlijk. Beetje, een beetje los schoon. Ja, het is al, daar valt wel mee. <laughs> Oké, okay, ja, Jette Miranie, heel erg bedankt om hier vandaag te zijn. Graag. En om, nogmaals proficiat met die geweldige Meerkamp. We kijken er naar uit, ja, want je uh, deze zomer nog allemaal gaat presteren. En ik uh, ga dit lijstje met uh, de top 5 van België. Hopelijk niet lang moeten bijhouden. Snel over de hoop gehooid worden. Uh, veilige afreis terug naar de Pinte. En nou, we zien elkaar op de kampioenschappen wellicht. Hè. Ja, ja, dat is goed. En te meer dan me niet, heel erg bedankt. En heel graag tot de en, volgende Track Records. Tot dan.